Suriname moet naar het internationaal gerechtshof in de kwestie van het betwist Tigri-gebied, zegt bestuurskundige August Boldewijn in gesprek met de nieuwsdienst. Boldewijn merkt op dat met de recente ontwikkelingen waarbij Guyana niet meer in Venezolaanse wateren mag vissen, Suriname als mogelijke zwakke schakel wordt gezien om druk uit te oefenen via de visvergunning kwestie die nu speelt. Deze kwestie mag naar zeggen van de bestuurskundige niet uitmonden in een conflict. En wat ik zo jammer vind, is dat zelfs in de militaire periode, waarvan je zou eigenlijk denken dat militairen toch wel ten strijde zouden trekken tegen die mannen die grondgebied van Suriname hadden bezet, dat zelfs in die periode dat niet gebeurd is, waardoor de Guyanezen gewoon vrij spel hadden. Wat we nu hebben op dit moment is een soort diplomatie van vriendelijkheid. We gaan naar Guyana om vriendschappen te sluiten. Guyana komt misschien hier om vriendschappen te sluiten. Maar de dingen die we moeten bespreken, zoals het grensconflict en de kwestie van Tigri, men noemt het Jaguar nu, hè, om dat te bespreken, dat komt niet aan de orde. Dus in mijn visie is de oplossing, ga naar het internationaal gerechtshof hoor. Boldewijn stelt ingestelde commissies die de afgelopen jaren aan de orde zijn gekomen om te bemiddelen in de zaak niet zullen helpen. Ook is het volgens de bestuurskundige reeds jaren zo dat er wordt gesproken over deze kwestie zonder dat er schot in de zaak komt. Reeds jaren zijn we bezig om met commissies te praten over die grenskwestie. In die tussentijd gaat Guyana door met de bezetting, want in feite het verdrag van Tjegaramas heeft gezegd dat die zaak moet worden gedemilitariseerd. Er mogen geen militairen daar op het grondgebied komen. En er mogen geen andere activiteiten daar plaatsvinden. He? Dus de Guyanezen hebben het verdrag van Tjegaramas naast zich neergelegd. Dat is voor mij voldoende reden om die zaak te brengen naar het internationaal gerechtshof. Dus, dat is mijn visie over deze materie. Dus De bestuurskundige benadrukt dat Suriname niet mag toelaten dat er een gewapend conflict komt. Nu oorlog voeren met Guyana is zinloos. Boldewijn herinnert eraan dat het probleem in het verleden opgelost moest worden tussen Engeland en Nederland. Er zijn jarenlang voor de onafhankelijkheid van Suriname brieven gericht door Nederland om de kwestie te bespreken. Engeland heeft nooit gereageerd op een schrijven, waardoor de kwestie tot heden niet opgelost is.